In plaats van de standaard bordjes gaan we zelf bordjes maken. In dezelfde printjes als de slingers en de rest van het feestmateriaal. En we meten af 5 centimeter, kwartslag draaien, 5 centimeter en weer een keer 5 centimeter. En dan geeft u elke keer ook weer een inkeping dadelijk met de schaar van 5 centimeter. En weer een inkeping van 5 centimeter. Met de schaar knip je die 5 centimeter precies in. Op elke hoek. En nou kunnen we gaan vouwen. 1. En 2. Vouwt de vier hoekjes van de blaad even naar binnen. Dan krijgt u dus eigenlijk dit principe. Dan is het gewoon een kwestie van bevestigen met weer het niet-washi. 2. 3. En een bakje. Je kunt ook andere maten bakjes maken door de inkeping iets verder op te zetten op het blad. Laten we zeggen 10 centimeter. Knip op de knip. En dan gaan we vouwen. De hoekjes naar binnen. Dat weer 4 keer. Dan is het weer gewoon simpelweg een kwestie van alles vast te zetten. Chips of snoepjes kunt u hierin serveren. Bakje nummer 2. Zelfs zonder knipwerk kunt u er iets leuks van maken. U verdeelt alles in 3. Terug open. 1, 2, 3. En weer terug open. Deze hoekjes krijgen ook een neepje. Een beetje op een klavertje 4 en helemaal als u de uiterste puntjes ook nog even samen liet. Het is eigenlijk een bakje met 4 vakjes. En dit noemen we het klavertje 4 voor pakweg borrelnootjes, chips, M&M's en lollies.